Onlangs werd waarnemend burgemeester Jaap Kuin door de gemeenteraad van Pekela voorgedragen als kroonbenoemd burgemeester. Ja, hier in Pekela, daar kennen ze me onderhand wel goed, denk ik. In de regio misschien wat minder. En daarom ontmoeten we hem vandaag voor een interview hier in het gemeentehuis van Pekela. Welkom meneer Kuin, fijn dat u ons wilde ontvangen vandaag. Ja, leuk. En willen u graag een beetje beter leren kennen? Gaan we proberen. Ik noemde het al in mijn intro. U bent voorgedragen, eigenlijk nog niet officieel benoemd. Maar er kan eigenlijk niets meer misgaan, toch? Nee, maar daar gaan wij niet over. De gemeenteraad gaat er niet over. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gezegd, wij vinden Jaap Kuin de beste kandidaat. Minister, wilde u hem voordragen voor koninklijke benoeming? Nou, en ik wacht dus op de handtekening van de koning. Dat is eigenlijk de situatie. 5 jaar waarnemend burgemeester geweest, meer zelfs een beetje. Ja, dat is vrij lang, dat is een beetje ongebruikelijk. Hoe kwam dat nou? Dat had met fusieperikelen te maken? Ja, in 2015 ben ik waarnemend burgemeester, in november 2015, met de bedoeling dat na 1 of 2 jaar Pekela op zou gaan in de grotere gemeente Stadskanaal Veendam-Pekela, PSV, zoals we dat zo mooi noemden. Nou, dat is een heel lang verhaal, kan ik nu houden, maar uiteindelijk is het allemaal niet gelukt. En vorig jaar mei heeft de gemeenteraad besloten, het is wel even goed zo met die hele herindeling. Wij gaan toch eerst maar gewoon zelfstandig verder. En datzelfde besluit heeft Stadskanaal en Veendam ook genomen. En dus kwam de weg ook vrij om te gaan voor de kroonbenoemde burgemeester. Nou bent u uiteindelijk in de politiek terechtgekomen. Dat was niet altijd zo, want ik heb natuurlijk ook even een beetje gekeken wat u daarvoor heeft gedaan. Daar kom ik zo nog even op. Die interesse voor politiek, bestond die vroeger in het gezin al? Jazeker. Mijn vader is onder andere een aantal periodes gemeenteraadslid geweest in Groningen. Zelfs nog voorzitter van de commissie ruimtelijke ordening. Want in die tijd hadden we nog geen duaal stelsel. En ik zeg dat wel eens gekscherend. Het verkeerscirculatieplan van de stad Groningen is deels bij ons aan de keukentafel besproken, zeg maar. Ja, dus het is wel vanaf met de paplepel ingegoten. Hoe zag jullie gezin eruit? Vader en moeder en waren er nog broers en zussen? Ja, ik heb nog 1 broertje. Hij is wel wat groter dan mij. Maar we waren met z'n vieren. We zijn gelukkig nog steeds met z'n vieren. Als ik even de loopbaan doornem, dan moet ik het spiekpapiertje er even bij nemen. Procesoperator en wachtchef bij DSM. Verschillende functies bij de VAM, Unit Manager Afvalbeheer in de gemeente Assen, bedrijfsleider Atro Groningen. En de politieke carrière begon dan in 2006 als fractievoorzitter van de PvdA in Assen, waar u dan in 2007 wethouder werd. Vervolgens bent u ook nog projectmanager detacheringen bij toenmalig Synagon geweest en sinds november 2015 waarnemend burgemeester in Pekela. Nou, ik zou zeggen op het afvalbrengstation, daar kunt u zo aan de slag, want daar zijn geen geheimen meer voor u, hè? Nee, het afvalwereldje sowieso niet, omdat ik eigenlijk vanuit de chemische industrie in de jaren 90 naar de toenmalig VAM in Wijster ben gegaan. Nou, als ik KTO bekijkt, dan snap mij dat waren die wagons, die groene wagons die door Nederland heen reden om het afval naar Wijster te brengen. Ja, daar heb ik de hele ontwikkeling mee gemaakt. Dat heeft weinig met politiek te maken en anderzijds ook weer heel veel met politiek te maken. Want uiteindelijk alle politieke besluiten die genomen werden, hadden we meteen effect van. Zo heb ik een van de eerste grote composteringsinstallaties mee mogen helpen bouwen en opstarten. Dus dat heeft altijd wel het verband gezet. Nou ben u nu zelf lid van de PvdA. Hoe is die voorkeur ontstaan? Is het van huis uit? Het is zeker van huis uit, maar ik ben ook overtuigd daarvan. Want je kunt heel mooi zien, ik ben misschien wel relatief laat begonnen bij de Partij van de Arbeid. Omdat ik heel veel achter de schermen gedaan heb. Omdat ik altijd de zoon van was in de stad Groningen. En pas toen we naar Assen zijn verhuisd, ben ik daar actief in geworden. Ja, ik geloof in eerlijk delen in de samenleving. En nog steeds. En dat is misschien nog wel sterker geworden de laatste jaar dat ik in de politiek actief ben. En ja, ik ben nog steeds vol overtuiging lid van de Partij van de Arbeid. Pekela die heeft ruim 12.000 inwoners. Gemiddeld inkomen is rond de 20.000 euro. Het is een mooi dorp, maar misschien toch niet zo'n goed imago. Heeft dat te maken ook met het feit dat jullie nooit tot een fusie zijn gekomen? Nou, dat denk ik niet. Dat staat voor mij los van elkaar. We zijn natuurlijk een gemeente met 2 dorpen en een aantal streken. Dus, en dat is natuurlijk een redelijk compacte gemeente. Het is een gemeente met een hele rijke geschiedenis, waarbij er ook hele gouden tijden zijn geweest. Wat lang geleden, maar niet zo heel lang geleden. Ja, kwam hier aanrijden en rookte alle schoorstenen van de kartonnage-industrie. En iedereen had werk en was de werkloosheid misschien wel de laagste van de regio. En je ziet dat het lang geduurd heeft voordat men
die stap heeft gezet naar het nu toe, zeg maar. En dat imago heeft ons lang achtervolgd. En ik moet zeggen, dat is wel een van de belangrijkste items waar we op dit moment aan werken. Waar ik ook wel van voel dat ik ambassadeur moet zijn voor dat andere Pekela. En soms is dat vervelend. Als ik landelijk actief ben, dan spreek ik me wel eens aan van, hey, waar ben jij dan burgemeester? Dan zeg ik in Pekela. Oh ja, en dat is niet altijd het positieve. Omdat komt meteen het verhaal. En ik vind wel dat we met elkaar dat een overtrokken verhaal is. Inkomens, gemiddelde inkomens, bepalen niet het levensvreugde en de manier waarop je leeft en hoe je dorp eruit ziet, hoe de gemeenschap eruit ziet. En dat is wel de reden dat ik, Weile Meijnert Schollema heeft ooit, toen ik hier kwam, was net de EO-film gemaakt, een heel negatief beeld. En hebben we toen met elkaar zelf een film gemaakt. Volgens mij hebben jullie hem nog een keer uitgezonden zelf, Pekels Goud. En dat is ook de reden dat ik niet zo lang geleden denk, Bo van Ervendoorn heeft gezegd, hartstikke leuk wat je allemaal doet. Maar doe dat maar mooi in, ergens anders. En laten wij in Pekela nou maar die kleine stapjes in die positieve uitstraling naar voren brengen. En ik moet zeggen, daar ben ik best de afgelopen 5,5 jaar heel trots op. Nou ben u 5 jaar al waarnemend geweest. Ja, er is van alles is de revue gepasseerd. Wat is u vooral bijgebleven in die 5 jaar? Nou, eigenlijk een aantal dingen. We hebben een aantal hele verdrietige dingen meegemaakt. Het overlijden van een raadslid, nog onlangs een wethouder. Nou ja, Meijnert Schollema. Dus dat staat je dan wel bij. Want dan zie je het ook wel heel mooi hoe sterk die gemeenschap is. Maar hoe diep dat ook dan raakt. Waar ik zelf hele spannende ervaring mee heb. En ook wel met gemengde gevoelens terugkijk. Is de hele situatie rondom het AZC hier. Dat liep behoorlijk uit de hand. We hebben hier demonstraties gehad met alles erop en eraan. Toen was ik ook hier nog niet zo heel lang. Dat was niet de mooiste tijd, laat ik dat voorop stellen. Dus probeer ik daar ook weer al van te leren, maar wel naar de positieve dingen te kijken. Als ik zie hoe we met het college hier het centrum in Oude Pekela hebben opgekrikt, hoe we uiteindelijk de nieuwbouw van de kloksteden in Nieuw Pekela losgekregen hebben. Ja, dat zijn dingen waar ik trots op ben. En daar wil ik dan ook liever meer naar kijken. En ik zie kansen. Laat ik dat ook voorop stellen. Ik heb niet voor niets gesolliciteerd. Ik denk dat we in Pekela nog wat dat betreft een aantal van die stappen kunnen zetten. Financieel gezien gaat het Pekela niet voor de wind. Dat is niet alleen in Pekela zo. Dat is in veel omliggende gemeenten ook zo. Maar de verwachting is, al uitgesproken ook hier in de raad, dat misschien in 2023 de kas misschien leeg is. Dan zou u misschien zelfs artikel 12 gemeente worden. Je zou kunnen zeggen, u wilt burgemeester worden, maar waar begin je dan aan, hè? Ja, dan misschien is dat ook wel een uitdaging. Want ik ben naast burgemeester, dat is wel bijzonder, ook nog portefeuillehouder financiën. Dat heeft de raad mij gevraagd bij de vorige periode. Ik denk niet dat de kas leeg is. Ik denk dat wij als Pekela pijn geleden hebben afgelopen drie, vier jaar met enorme bezuinigingen. Daar hebben we het lek ook wel redelijk boven. Het wordt wel heel spannend, omdat wij in een fase zitten dat we nu echt gezegd hebben, we gaan zelfstandig. We hebben geen gemeenschappelijke organisatie meer met Veendam. We zijn een bouw aan een nieuwe organisatie. Ik denk dat kan. En misschien, en dat moeten we echt met elkaar proberen, zou die kleinschaligheid ook nog eens tot een aantal plusjes kunnen leiden. Ook op financieel vlak. En die uitdaging ga ik graag aan. Anders had ik ook niet gesolliciteerd. Dus er is ook wel de uitdaging om al die dingen die u noemt, om die bij elkaar te brengen. En dan denk ik, en dat kan ik niet alleen, dat doet het samen met het college, samen met de ambtelijke ondersteuning, denk ik dat dat gaat lukken. U woont op dit moment nog in Assen. Wel verhuisplannen? Ja, het moet, maar zoals net wij in het vorige gesprek al zeiden, we staan klaar om de eerste woningen te gaan bekijken. Dus we zijn serieus op zoek. En het valt niet mee, want de woningmarkt is niet heel stabiel op dit moment. Er is veel aanbod, maar of dat allemaal past, gaan we zien de komende maanden. Tot slot, als u nou met andere mensen praat over de gemeente Pekela, welk beeld schetst u dan van de gemeente? Nou ja, dat de kracht in de samenleving heel groot is om het met elkaar te doen. Men is echt bereid om voor elkaar bokje te staan. Ik zeg altijd maar zo, als je de Pekelders, is altijd heel mooi, ze mopperen veel. Hebben allemaal hele kleine hartjes, maken van een hart ook geen moordkuil. Maar als het erop aankomt, komt niet aan Pekel. En dat is wel heel mooi om dat te zien. En dat hebben we bij de EO-ding het allermooiste gezien. Als iedereen dan collectief denkt van, we drukken dat dorp en die gemeente een stukje naar beneden, dan komt er een soort gemeenschapszin naar boven, wat ik echt heel mooi vind. Nou, ik merk een soort gedrevenheid en ik wens u heel veel succes bij uw nieuwe baan, die eigenlijk al een tijdje loopt. Ja, dat voelt niet als nieuw. Dus wat mij betreft voelt het als een volgende stap. Zo moet ik het zien. Bedankt.